Welkom bij weer een nieuwe video van Crypto Focus en leuk dat je weer kijkt. In de video van vandaag hebben we een update over hoe het ervoor staat met de Signally bot, gekoppeld aan Altradie. We gaan het hebben over mijn laatste updates. Ik ben nu echt geheel happy over hoe de bot is afgesteld. Ik heb mijn bot meerdere malen gekloond. Um, ja, wat dat eigenlijk betekent is dat ik uh, vier verschillende base pair trade. Ik trade met Bitcoin als base pair en ook uh, met Ethereum, BNB en uh, USDT. En wat ik heel erg graag wou en waar, wat ik eigenlijk helemaal niet wist is hoe je nou ook kon instellen dat elke bot, ik wil eigenlijk maar met elke base pair minimaal twee trades tegelijk zitten. Dus stel met Bitcoin wil ik in twee trades zitten, ik wil dan met BNB maximaal maar in twee trades tegelijk zitten. En hoe je dat kon afstellen wist ik niet en uiteindelijk ben ik erachter gekomen en dat kan dus door je bot te klonen. En dat heb ik dus vier keer gedaan, zodat ik eigenlijk vier bots heb draaien met elk een eigen pair. Het is super simpel. Uh, ik ga het laten zien in deze video hoe dat moet. En in mijn ogen is dit de manier om je bot nu te draaien. Ik ben er heel erg tevreden over op dit moment. En ik ga je dus laten zien in een paar stappen, simpele stappen, hoe je dat zelf ook kan doen. En hoe je dus meerdere base pairs kan uh, traden. Maar wel eigenlijk je aantal trades uh, heel gelimiteerd kan houden. Je kan natuurlijk ook de aantal trades zelf verhogen. Ook dat zal ik gewoon laten zien hoe je dat allemaal doet. Dat dus, en meer dus in deze video. Voor de rest gewoon een uh, update hoe het ervoor staat. En... Ben je nog niet bekend bij mijn kanaal, zoals altijd, zorg dan in ieder geval dat je even op abonneren drukt, zodat je geen één video meer mist en alle updates en alle vorderingen um, ja, ziet over mijn trading uitdaging. Eigenlijk hoe ik dus die 0.1 bitcoin naar een hoger bedrag probeer te tellen, naar meer bitcoin. En mocht je wat hebben weer aan deze video, zorg in ieder geval dat je dan even op de like button drukt. Laten we dan maar nu gelijk beginnen. Als allereerst trouwens eventjes nog, ja, wil je op deze manier gaan traden, wil je, uh, ja, wil je meer daarover leren? Zorg ook dat je dan al traden hun YouTube kanaal misschien even gaat volgen. Want zoals je hier kan zien, is dat ze nu elke dag uh, zo'n beetje wel, soms zelfs meerdere video's per dag, uitbrengen met hele korte, maar duidelijke instructievideo's, hoe je het tradingplatform kan gebruiken. En ik moet zeggen, er zitten best wel goede video's tussen. Ik heb er ook al een aantal bekeken. En er, zijn, er komen echt dingetjes naar voren die ik zelf ook niet wist, waar je, waar je toch echt wel handigheidjes uit kan halen. Dus misschien heb je er wat aan. Ik zou zeggen, ga even kijken. Dan de bot. Ja, hoe heb ik mijn bot gekloond? Dat zullen we eerst even doornemen. En daarna kunnen we ook nog even kijken hoe alles ervoor staat. Maar laten we eerst maar met het klonen beginnen. Ja, als je eenmaal een account hebt gemaakt, trouwens, ik neem aan dat je al dat allemaal hebt gedaan. Zo niet, zorg dan in ieder geval dat je even allemaal andere video's kijkt over Altrade en hoe je dus uiteindelijk ook alles kan koppelen en een bot kan opzetten. Signalie is tegenwoordig zelfs geheel gratis. Dus uh, ja, je, kan, en je mag alles een maand gratis uitproberen met Altrade ook. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. De links onder, het zijn referral links, als je het zou willen proberen, staan onder in de video. Dat is geheel aan jezelf of je het natuurlijk wil gebruiken. Maar in ieder geval, je kan deze video's dan kijken hoe alles in zijn werk gaat. En in deze video gaan we dan ook echt al de stappen zetten hoe je de bot kloont. En ik ga niet helemaal laten zien hoe je de bot installeert. Dan moet je even de vorige video's gaan bekijken. Maar in ieder geval, ik ga er dus vanuit dat je al een account hebt aangemaakt en dat je al aan het treden geslagen bent. Als je nou op dit moment je bot wil gaan klonen, dan gaat het als volgt in zijn werk: je gaat naar je signal providers. Dan kom je op deze pagina. Nou, normaal ga je dan op zoek naar uh, de Crypto Base Scanner als je hem helemaal nieuw bent. En dan ga je hier um, alles instellen. Ik heb dat al gedaan. Dan ga je dus naar Connected. En je ziet het hier: ik heb vier bots nu draaien. Ik heb hem dus drie keer gekloond. In totaal vier bots. Um, je zal, als jij dus al een account hebt gemaakt en je hebt alles al draaiende, dan heb jij hier dus bij Connected één um, bot, één, één die Crypto Base Scanner staan. Klik op update en je gaat hier naar beneden en dan zie je hier staan clone. Het is heel simpel. Je drukt erop en je kloont een bot. Nou, laten we dat even voor deze video gaan doen. Je ziet dat clone succes. En dan scroll je weer naar beneden en dan ga je de bot instellen. Je klikt op accept, de eerste, deze. En dan heb ik hem op deze manier afgesteld. En ik heb hem op 65% staan. Dat is uh, de succes-win rate. Nou, al dit soort dingen leg ik allemaal in de vorige video's uit. Alleen um, daar gaan we dus nu niet te veel aandacht in besteden. Op dat moment, als je dit hebt gedaan, dan is het belangrijk dat je op connect uh, drukt zodat hij hem kan save. En je ziet het: een succes. Op dit moment kan je dus doorgaan naar settings. En hier kan je eigenlijk alles overnemen zoals je het in je vorige bot ook hebt ingevuld. Nou, ik, laten we even weer teruggaan naar um, signal providers. Connected. Als het goed is, komt hij er zo meteen die vijfde bot erbij te staan. Maar je ziet hier in ieder geval uh, dus die vier bots. Nou, wat betekent dat? Deze eerste uh, heb ik nu. Uh, alleen trade ik alleen Bitcoin pairs mee. Met deze de volgende, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dit zou bijvoorbeeld de UCT kunnen zijn. Dit kan de BNB versie zijn en dit kan de Ethereum versie zijn. Als ik ook even naar update ga en je gaat naar settings, dan zal je zien, kijk, deze trade op dit moment alleen Bitcoin. Ja, voor de rest is alles leeg. Nou, voor de rest zie je hier de settings die ik gebruik voor het traden en wat ik heb gedaan is dan ik heb dus de bot gekloond en ik heb eigenlijk alles overgenomen wat hier beneden staat precies hetzelfde en je ziet ook dat ik dan de max current positions dat staat bij mij op 2 dus met bitcoin wil ik in maximaal twee uh, altcoins tegelijk treden en die staat dus op deze op bitcoin en dit is de hoeveelheid per trade die ik inleg nou op het moment dat ik uh, Kloondruk en ik ga naar die clone bot. en Dan wil je deze natuurlijk weghalen. En dan wil je niet die bitcoin laten openstaan. Maar stel dat dus je wil BNB ook als base pair gaan traden. Dan vul je daar dus je BNB een x, een x bedrag in. waarin hoeveel jij per trade wil instappen. Je ziet hier staan het minimale volume. In BNB moet 0.1 BNB zijn. Stel jij wil met een halve BNB, uh, Binance Coin per keer traden. Dan vul je hierin 0.5. Laten we weer even teruggaan. Oh. Connected. Kijk, je ziet nu ondertussen hier is die laatste erbij gekomen, dus je ziet het. Ik heb er nu vijf staan, het duurt eventjes om dat te verwerken, maar ik heb nu eigenlijk vijf bots. Die vijf is natuurlijk nog helemaal niet ingesteld, maar laten we dus eerst eens even naar die vorige gaan of een van mijn bots die ik al heb uh, ingesteld. Laten we dus naar settings gaan en je ziet het. Dit is de BB-bot. En je ziet het. Per trade stap ik met 1.1 BB in op dit moment. En voor de rest zijn de settings helemaal hetzelfde. Natuurlijk, als je elke keer zo'n clone uh, helemaal hebt ingesteld, zorg dan wel dat je de save settings drukt, zodat alles opgeslagen staat natuurlijk. Nou heb je dat gedaan. Dan heb je dus je eerste clone uh, volbracht. Je kan dan weer teruggaan naar. Um, je beginscherm naar connected en als je dus meer base pairs wil gaan treden, dus stel je we ook nog UCT gaan doen, ga je weer naar update en je doet weer diezelfde stappen vervolgen. Ja, kijk, dit is dus net die clone die we hebben gedaan. Als we nu naar settings gaan, dan zie je hier is helemaal niks op ingevuld en je kan hier dus heel netjes die settings helemaal weer overnemen. De basepair uitkiezen waarmee je wil gaan traden. En je kan hem saven. En op dat moment heb je je bot gekloond. En kan je dus met verschillende basepairs gaan traden. Zo simpel is het. Nou, Ik ga het voor de rest niet instellen. Want ik heb er al vier draaien, natuurlijk. Uh, er zitten voor de rest helemaal geen extra kosten. Niks aan. Uh, Signal is op dit moment sowieso geheel gratis. Dat is wel helemaal fijn. Dus het enige uiteindelijk waar je voor gaat betalen, zijn de signals van all trading. Nou. Je kan er eigenlijk voor twee dingen kiezen: je kan dus een Signally account aanmaken, gratis treden daarmee. Je moet dan uiteindelijk de, uh, de, de Signal Provider AltRaddy gebruiken en je kan dan voor verschillende dingen kiezen. Je kan bij AltRaddy, we kunnen even kijken: bij AltRaddy kan je voor verschillende opties kiezen: uh, die opties zijn je kan alleen signals nemen dat echt alleen de signals op de uh, Signally. B scanner of op de Signally bot binnenkomen en dan heb je dus voor de rest geen uh, um, geen toegang tot uh, trading platform al trading zodat je niet je dus eigen trades in kan kijken wat er op dat moment ook echt gebeurt dat vind ik namelijk nogal fijn om gewoon op de, uh, op het moment dat mijn bot aan het trade is dit is bijvoorbeeld de trade waar mijn bot in zit nu om zelf dan ook de trades uh, in de gaten te houden dat op het moment dat het fout gaat kan ik zelfstandig instappen en um, ja, mijzelf mijn weg uit deze trades uh, mezelf eruit treden. Ja, even kijken, kijk, Pre pricing. Dus dat is een optie. Je kan alleen uh, de signals afsluiten bij hun. Dat kost volgens mij iets van een tientje per maand. Die kan je ook hier afsluiten dan. Maar je kan er dus ook voor kiezen om een account te nemen. Kijk, dit is Signals only kost 9 euro per maand. Um, ja, ja, je kan dus ook verschillende opties. Ik heb Advanced nu aanstaan. En dan heb je dus ook toegang echt tot de tradingplatform en al dat soort dingen. Dus dan kan je ook zelfstandig gaan traden. Nou, hier zie je eigenlijk staan waar je, waar je allemaal toegang tot hebt: de base en al dat soort dingetjes. Maar nogmaals, je kan er ook alleen voor de signals kiezen. Dan kan je dus Altrade geheel gratis gebruiken. Of uh, Signalie geheel gratis gebruiken. En je kan Altrade signals gebruiken voor een tientje per maand. Ja, dat is echt spotgoedkoop als je erover nadenkt dat er. Vele andere bots uit zijn waar je minimaal 50 euro per maand voor moet betalen. Dus ja, ik denk dat dit een hele goedkope, goede optie is om uh, te gaan bot en om eens uit te gaan proberen. En daarnaast dus nogmaals, je kan de signals een maand lang gratis op signalie uitproberen. Dus je kan het een maand proberen, is het niks, kan er altijd mee stoppen. En nogmaals, je kan mijn settings overnemen. Um, alleen, ik ben geen adv financieel adviseur. Dit is natuurlijk geheel op je eigen verantwoording. Ik laat alleen zien hoe alles werkt en hoe ik het doe. Dat wil ik eventjes meegeven nog. En dat is het eigenlijk voor deze video. Dit is hoe je je video kloont. Ja, we kunnen nog wel even snel kijken hoe het ervoor staat. Ik ben natuurlijk met 0.1 bitcoin toen de tijd begonnen. Hier zo kan je dat zien op uh, wat is het 12 april 0.1 bitcoin. Nou, we gingen toen de goede kant op. We zaten op een gegeven moment op uh, ja, 20% in de plus. En je ziet het op dit moment zitten we op 15% in de plus bijna 15%. Um, dus we hebben al, want we hebben toen uh, best wel verlies geleden op deze trade waar ik nog steeds, aan, oh, waar ik nog steeds in, uh, in zit, even kijken, dat is TNT, daar was een massive dump in en ja die zijn we nog steeds aan het recht trekken, kijk je ziet het, we zijn nog steeds in deze coin aan het traden, maar ondertussen trade ik gewoon door en dat geldt ook voor TNT Bitcoin. Kijk, we zijn ondertussen gewoon nog lekker deze trade aan het uh, treden. En ik zorg gewoon dat ik mijn weg hier weer helemaal uit hoe lang het ook mag duren. En ondertussen treed ik de rest ook gewoon door. En je ziet het, ondertussen zijn we alweer terug op het oude niveau en zitten we alweer op 1.21. Dus bijna weer op die 20%, nog 5% te gaan. Nou, ik laat jullie gewoon weten en via updates hoe dat er allemaal voor staat en hoe dat blijft gaan. Zorg dus dat je op subscribe drukt zodat je daar niks van mist. Dit was het eigenlijk voor deze video dan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.